één keer eerder stonden beide ploegen in competitieverband hier tegenover elkaar. Toen, in de vierde klasse van het seizoen 2000-2001, werd het 1-4 voor de gasten uit Gieten. Ik hoop dat het niet te dik wordt, 2-1 voor Gieten. Het wordt een nipte overwinning voor Gieten. Ik ga voor de winst voor Gieten. Tegen Gieten. Als je een punt pakt, is voor mij meer dan genoeg. En als je de kans krijgt om 3 punten te pakken, moet je pakken. Maar ik streef gewoon op een gelijkspel. En dit is hem dus. Gert Maliepaard, linkerspits van Gieten. Absolute topscorer met 11 doelpunten in 3 wedstrijden. En diezelfde Gert Maliepaard wordt hier al in stelling gebracht met de eerste mogelijkheid. Maar Jeroen Groenhoff, de doelman van Gieterveen, weet dit te verijdelen. Dan Gieterveen. Met Niek Drempt, centrale verdediger, een enorme poeier, maar ook een prachtige parade van Jeffrey Tapper, de doelman van Gieten. Dit schot had toch beter lot verdiend. Dan weer Gieten. Bal aangespeeld in de spits. En daar is het al, de 0-1. Ja, en wie anders dan Gert Maliepaard. Hij scoort dus de eerste goal. Dan toch weer een goede mogelijkheid voor Gieterveen. En dan is dat hier George Doeve, die het voetje er niet goed tegenaan krijgt. Dat had natuurlijk een goal moeten zijn. Dan zitten we al in de slotfase van de eerste helft. Hoiting aan de rechterkant, goed door. Breedteballetje wordt daar nog geblokt. Opnieuw weer ingezet en dan opnieuw weer Maliepaard. Hij zorgt voor de ruststand 0-2. Eventjes nog wat twijfels, maar uiteindelijk wordt de goal goedgekeurd. Dan de tweede helft. Al na 3 minuten alweer Gert Maliepaard. Hij scoort nu zijn 3e goal. Ja, en dan is natuurlijk eigenlijk die wedstrijd al gelopen. Uitstekende paas van Geert-Jan Warnes. Op diezelfde Gert Maliepaard. Hele goede loopactie. Hij scoort hier 0-4. En dan Gert Maliepaard aan de basis van de volgende aanval met de voorzet. Bas Alting komt dan tegen de achterlijn aan, maar wordt opgepikt door Janne Hoiting. Ja, hele mooie passeeractie en een lekker schot tegen het dak van de goal. 0-5. Maar de koek is nog niet op. Gieterveen blijft hier staan voor vermeend buitenspel. Buitenkansje natuurlijk voor Gert Maliepaard uit deze voorzet van Rick Hoiting. Ja, een bestuurslid van Gieterveen had al aangekondigd. We hebben uit voorzorg maar het scorebord weggelaten. Geintje natuurlijk, maar hier is het wel. Rick Hoiting, die Gert Maliepaard in staat stelt, de 0-7 te scoren. En dat betekent de 6e goal voor Maliepaard. Hier wordt 0-8 door Geyer Luikjes. En dan gaan we naar een van de laatste speelminuten. Met een dieptepaas op Rick Hoiting. En hij bepaalt de eindstand op 0-9. Gieten hoorde niet in deze klasse thuis. Ze zijn ongelukkig gedegradeerd. En wij zijn vorig jaar 10e geworden. Moeten we het gewoon beter doen dan vorig seizoen. En het is gewoon jammer dat deze wedstrijd zo gelopen is. Zo gemakkelijk ging het niet. De eerste helft staan met 2-0 voor. Maar kregen ze ook een paar aardige kansen. Maar na de rust werd het snel 3-0. En toen werd het inderdaad wel makkelijk. En dat hadden we wel verwacht. Als we de 3-4-0 snel zouden maken, dan lopen we er gewoon overheen. En dat hebben we ook gedaan.